Een hele goede middag, lieve vrienden. Vanaf Corina en de Beestenbewonder zijn jullie weer bij aanbeland. Ja. Het is vandaag alweer reeds dinsdag. Daar ga ik net wat voor. Dinsdag 8 oktober en we leven om 12:48 en ik zit te wachten op Erwin. De meisjes moeten er eigenlijk ook nog uit, maar die moeten dit keer lang geduld hebben. Want ja, mijn regio's die wordt vandaag bezorgd tussen 12 en 2. 12 uur is het al geweest, ze zijn nog niet geweest, dus ja. We wachten toch nog geduldig af en dan hoop ik dat ze wel inderdaad op tijd komen. En ja, we zouden vanmiddag eigenlijk ook naar Marianne toe, dus die ga ik ook nog wel even appen. Maar dan moet ik wel ook eerst de meisjes hebben uitgelaten, dus... komt allemaal goed, want we hebben vanmiddag weer kaartlegging, hè? Ja, we gaan weer lekker gezellig kaartleggen en pendelen en weet ik veel wat nog meer. Bakje koffie, daar beginnen we mee. Ja, en mijn bril is verven schoon, ook dat nog. Ik vind dat, soms dan vervloek ik dat ding, maar ja, het is niet wors. Je bent nou eenmaal een brillendrager, dan kan je wel zeggen, neem je toch contactlenzen? Nou nee, want ik zie iemand met een vinger omhoog afkomen, nee, moet ik niks van hebben. En bij ieder gezicht staat een bril. Er is geen één gezicht dat geen bril kan hebben. Want er zijn zoveel monturen dat er altijd wel er eentje leuk erbij staat. Hoe knap je ook bent, hoe lelijk je ook bent, maakt niet uit. Heb geen angst. Oh ja, mogen we niet meer zeggen, heb ik vannacht gehoord. We mogen op straat niet meer het woordje angst zeggen. Ik weet van niks, ik heb nog niks gehoord. En dan nog. Hallo, smile even. Als ik ergens bang van ben, dan mag ik dat uiten. Ja, wat gaat het een ander aan? Ik mag dat uiten. Ja, ze zijn daar helemaal het boekje hoor, daar in Den Haag. Echt. Bizar, maar ik ga dat eens proberen te vinden. Ja. We gaan dat eens proberen te vinden. Mogen wij op straat nog het woord angst hard op zeggen. Wat voor woord is angst? Nee, daar heb ik het niet over. Angst is bang. We zijn niet bang, we moeten er dwars doorheen. Ja, dat bedoel ik maar. Ik zie het nog niet staan dat het niet mag hoor. Ik denk dat ik wat anders invul. Wat mogen wij op straat niet meer zeggen? Dat is een goeie. Wat mogen wij op straat niet meer zeggen. Verboden woorden. Ver-
geboden worden. Je kunt vooral steeds meer zeggen. Nou, ik ga verder niks te zien. Nou ja, in ieder geval, Erwin die komt er ook aan. Dus we gaan koffie zetten. Dus tot later. Ja, we zitten weer lekker gezellig bij onze Marianne. Die gaat lekker koffie zetten. Koffie. Ja, en er ligt ook een cadeautje voor haar. Ja, dat hoeft toch niet? Ja, dat hoeft wel. Eén keer in de zoveel tijd moet men elkaar eens verwennen. Met iets leuks. Ja, vind ik van wel. Toch? Altijd leuk. Ja. Altijd leuk. Als je van iemand houdt, moet je ze ook eens een keer wat kunnen geven. Ja. Koffie komt er. Hoor niks. Ja, die is een verwarren worden, schat. Ik zul vissen dan weer naar buiten. Ja. En het waait toch hard? Waar? Buiten. Gewoon mee. Ja, ik vond het hard waaien. Ik was aan het plannen, allemaal omwegen. En terug, ik was de weg kwijt. Ik denk, oh my god, daar zit ik dan. Gelukkig heb je een telefoon bij je. Ja, gelukkig wel. En die heeft ook een app van dat je de weg weer terug weet te vinden. Precies. Nee. Ik tik gewoon je huisadres in, dan kom je er wel weer mee aan met al die omwegen. Ja. En hij heeft al afgesloten. Daarom. Ja. Jij hebt toch zwart, hè? Ik heb zwart. Helemaal mooi. Dankjewel. Helemaal goed. Die weg. Nou ja, deze kan ik eigenlijk net zo goed weggooien. Een glitter truitje. Yes. Ja, het zijn gewoon lekkere truitjes. Hier heb ik ook zoiets aan. Deze maar wegdoen, denk ik. Wat niet deugd, kan je gelijk weggooien. Ja, maar die doet kling kling. Het doet kling kling. Ja, weg ermee. Hij heeft hem al geholpen. Stekkerlaadje. Ah ja. Ah, koffie. Koffie, koffie, koffie. Lekker bakkie koffie. Hey. Is er nog wat bij? Nee. Niet? Nee. Echt niet? Nee. Ah. Waarom niet? Oké. Wat zou daar nou toch voor in zitten? Het is wel breekbaar, maar op het verkoop, nee, het is niet van glas, maar het kan wel breken. Okay. Spannend. Ja, en omdat het breekbaar was, heb ik het dubbel van het verpakt. Ah! Het is zakken. Wat schattig. Komt niet hier uit Den Helder vandaan. Nee. Heb een lange reis achter de boeg. Wat leuk voor in de kerstboom strakjes. Moet jij weten waar je hem hangt? Ja. Ik heb, ja, dat heb ik boven liggen. Dat is een, dat is van glas. En dat is een bolletje en dat kan je voor het raam hangen. En dat schittert dan. Maar goed, ik moet hem nog ophangen, want ik weet even nog niet even waar. Ik heb hier natuurlijk die dingen naar beneden. Ja. En ik kan hem wel boven in de slaapkamer hangen. Ik kan hem denk ik s'avonds de zon, dus dat is ook leuk. Maar het glinstert. Ja, dat is mooi. Maar leuk, hè? Met de kerst heb ik nooit niet dingen dicht voor willen. Wat zeg je? Met de kerst heb ik nooit geen vitraatje ervoor en ook nee, ik heb geen vitraas, ik heb nee, niks. Nee, maar ik doe het wel, maar nooit voor. Want nee. Dan heb ik mijn kerst worden voor en dat mag het zien worden. Ik doe hem even hierin. Leuk, hè? Ja, schattig. Dankjewel, liefst. Graag gedaan. Blij dat jij blij bent. Ja, ik hou altijd van dat soort dingen. Ja. Leuk. Nee, ik was zaterdag, was al bijzonder.
ben ik naar een klankschalensessie geweest. Ja, dat dat was bent. Echt heel bijzonder. En ik heb een, ik zal het daar even pakken, een kleintje gekocht. Die heb ik bij mijn bed staan. Ja. En dan doe ik s'avonds even kling. En dan galmt het zo lekker door je hoofd heen. Leuk, leuk, leuk. Ja, ik weet niet. Weet je, het is... ik vond het heel bijzonder. Want we waren met 3 vrouwen, Aukje als mij en mijn vriendin. En er was nog een vrouwtje die was heel emotioneel. Maar goed, die was afgelopen zomer is geopereerd aan haar hoofd. Ah, ja. Dus alle emoties kwamen eruit. Ja, weet je, maar je moet er voor openstaan, net als voor die kaart leggen. Ja. Weet je, en ik vond dat zij het, ja, ik vond het heel bijzonder. Ja. We moesten er vroeg aanwezig zijn, 9:30, hè, in die politische hof. Dus kanon, ik moest echt vroeg weg. Lieve schat. Ja. Ik was al in de auto. Ja, ja, dat was eenmalig, hè. Ik moest om 4 uur erop staan. Ja. Maar ik zat om 3:45 mij al aan te kleden. Ja. Ik kon niet slapen. Nee, maar je slaapt. Ik heb 30 minuten gedoucht. Ja. En, wat heb je nou uiteindelijk gedaan op die dag? Wat wij gedaan hebben? Ja. Ik moest klaarstaan met de rollator en alles. En toen ja. Naar de wc moesten we en dan konden we gaan. Ja. Karel heeft de boel, ze heeft de rollator dan in de auto gedaan. Ja, de lichtgewicht, hè. Niet die zware. Toen hebben we eerst met de, op een gegeven moment op een weg waar je 80 mag, 30 à 40 à 50 kilometer gereden. Harder konden we niet. Dat is straks wel. Maar verder, toen zijn we doorgereden. Op een gegeven moment dat het kon. Na heel veel oponthoud. En politie gebeld te hebben en alles. Zijn we doorgereden naar Duiven. Ja. Daar zijn de grootste intratuin van Europa. Ja. En die deden de deuren weer open. Voor de kerstshow. Ja, ja, dat is ook leuk. En daar heb ik mijn ogen uitgekeken. Ja, ja, dat is ook leuk. Ben je wel eens in de boet geweest in Hoogwoud? Ja, ook ja. 1 keer met ja. Karin. Ja. Daar wil ik ook alweer even naartoe. Ja, kunnen we ook samen gaan. Ja. En hier ben ik gisteren geweest, waren ze net begonnen gisteren. Ja. Hier en daar wat kerstspulletjes. Ja. Nou, maar het is hier geen intratuin. Dat is de eerste intratuin die Hero hebt, dat is Hero gewaard. Ja. Vroeger was dit toch ook intratuin? Ja, maar dat heet al jaren anders. En ja. Ik weet nog steeds niet hoe het heet. Want ja. Nou, toch hebben ze wel leuke spullen. Jawel, jawel. Maar ik vind het erg duur. Ja, is het ook. Ja. Maar dat is overal. Ja, is ook zo. Maar weet ik dus zeggen, ik heb toen... Maar oké, lieve vrienden, wij gaan hier verder lekker ouwe neven en kaart leggen. En dan mag ik koffie doen, of niet dan? Dus zeker weten. Oké, nou, doelidokies allemaal. En toen waren we weer thuis. Ja, en het was hartstikke gezellig met z'n tweetjes, zeventjes. Ja, over van alles en nog wat gehad. Ook over dingen waar jullie niks aan gaat, dus ja. Dan ga ik sowieso ook niet filmen. Doen we normaal. Leeltje. Je bent nou net een leeltje. Haartjes overeind, hè? Punkie, hè? Ja, ze ruiken Sylvester, hè? Oeh, Sylvester. Oei, 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 hè? Sylvester gaat en dat mag niet, hè? Oeh, niet. Hé, meisje? Elwing. Hi, kind. Oh, ragebol. Ragebol. Je bent een ragebolletje. Ja, je bent een ragebol. Hé, Elwing? Nou, mag ik Elwing ook aaien, of niet? Zo, die wil me ook begroeten. Maar in ieder geval, ja, wat ik zeg wel, wat wou ik zeggen, weet ik niet meer. Ja, ik zit nog steeds in mijn lijf, dat van zaterdag, ja. Ik ben echt moe, maar ik kreeg in ene, zomaar uit het niets, hier ook, een pijn. Spierpijn, dat ik mijn spier daar verdraaid heb, of weet ik veel wat. Dus dat hebben we nog eventjes slopen erbij. Ja. En dan heeft er eentje gebeld.
Ik denk vermoed van Kari, maar dat zie ik straks wel. En ik moet naar gesloten op weg op Toor. Gesloten op weg op Toor. Oh, nou weer lichte regen. Wanneer? Waar? Ik zie geen regen. Het is prachtig mooi weer. Wat willen ze nou nog meer? En ze zijn gek, ze weten het niet. Weg. Ik zag weg. Juist, ik zag wat in mijn Gmail staan van Karen. Ja. Nou ja, we gaan dat eens even bekijken wat dat is. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten, sowieso voor mezelf. En waarschijnlijk, ja, er staat een filmpje bij, maar hoe wat, ik weet toch niet hoe het er wat is. Nee. En ik denk dat Karin ook heb gebeld, dus moet ik ook even kijken. En ik ga eens even een bak koffie maken. En dan zien we het wel weer. Ik heb ook bij Marianne wel koffie gehad hoor, maar om mijn eigen wakker te houden, moet ik koffie. Ja, het is, hoe laat is het, 17:30 is het, dat is 5:30, dus ja, dat dus. Ik zie van ons er nog wat door voorbij komen, dus wat niet goed is. Ja, echt. Zullen niet eens niet online komen? Nee, dat maar niet. Maar in ieder geval, lieve vriend, ik zou zeggen, smakelijk eten. Bon appétit. En over bon appétit gesproken, we hebben een nieuw, klein restaurantje erbij. Hier in de Spoorstraat. Ik zal daar eens even van de week heen kijken of ze reclame nodig hebben. En dan bied ik me weer aan. Ja, tegenover Tiki, Scala, Lotan, La Donna, hè? Kom amper aan mijn woorden. Ja, dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen genieten en tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ga met mijn meisjes nog even snel een loopje doen, want het is 1:05. Die is voor momenteel. Ja, het is 1:05. Het is 14 graden. Ik ga lopen. Mijn haar ziet er ook niet uit. Maar het doet er niet toe. Ik zal jullie zo vast mededelen dat ik een aantal groepen van de hand doe. Ik kan het niet meer aan. Het is me te veel. Zoveel groepen. Zoveel haat. Zoveel nijd. Wat mij verdriet doet. Wees eens lief. Ik kan het blijven zeggen, maar nee. Niemand luistert meer. Niemand, ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Ik heb al jaren, vanaf dat ik het, de groep, de club van de 50 plussers op heb gericht, heb ik daar een heel leuk, mooi gedicht in gezet. Maar dat zijn tevens ook de huisregels. Men moet het lezen. Maar ze zijn te lui om te lezen. Omdat het nogal lang is. Ja, en lees. Je kan lezen. En dus het zijn huisregels in dichtvorm. Dus lees. Maar daar zijn ze te lui voor. Nou kreeg ik ook te horen, er staan fouten in. Ja, en oent. Lees je het eroverheen? Kan ik ook. Er zijn zoveel mensen die fouten maken in hun schrijven. Lees je toch doorheen, er zijn zoveel mensen die onalfabeet zijn, dyslectisch zijn, noem maar op. Ja, ook mensen die pijn in de gewrichten krijgen, gaan ook fouten maken. Zo zijn er veel meerdere dingen, mensen die dement raken. Vergeten ook dingen, om, hoe moet het ook om je schrijven, nou die schrijven ook gewoon wat op. Dus ja. Lees daar doorheen. Maar dat kan niemand. Ik ben ook niet
een goede, hoe noem je dat, een intellectueel weet ik veel, ik weet ook zelf niet hoe je dat noemt, maar een geleerd persoon die diploma's heeft behaald. Ik heb geen ene enkele diploma, ja, een keer van een sportdag diploma A, nou joepie, waar die gebleven is, weet ik niet, maar dat doet er niet toe. Ik heb geen ene diploma verder. Nou, moet het dan? Nee, maar daarom ben ik wel goed. Ik ben niet achterlijk of gek of weet ik veel. Ja, ik ben gek, goed en knap. Maar ik ben niet een dombo of weet ik veel wat. Ik weet meer dan menig één weet. Ja, want als ik niks zou weten, dan had ik misschien nou dood geweest door de vaccinaties of weet ik veel wat. Maar ik ben wel wakker, hè. Ja. Maar het is mij tot daar. Ik ga het lekker rustiger aan doen. Ik heb andere prioriteiten. Ik heb mijn vlogs, dat vind ik vele malen leuker. En Karin Help vind ik vele malen leuker. En wat denk je, wat er boven allemaal nog ligt, hè? Een soortje wasgoed om te vouwen. Ik wil ermee aan de gang. Het is meer dat ik op die computer aan het werk ben dan wat anders. Ik wil mijn leven terug. Ik wil leven. Ik ga nog maar een paar dingen doen met Facebook. Blijf wel op Facebook, maar niet actief meer. Nee, ik ga groepen van de hand doen en ze bekijken het maar. Ik hou maar een paar groepen, dat is sowieso mijn plaatjesparadijs, mijn pictures paradise, weet ik hoe het in het Engels zegt, maar het staat er in het Engels erbij. En dan mijn groep voor mijn vlogs neer te zetten, behoud ik. En er gaat zoveel, als er niemand is die iets over wilt nemen, dan maar niet. Ik stap als beheerster eruit en ik zal er een aantal beheerders maken en ze zoeken het maar uit. Zo simpel, dan is er toch iemand die het bij wijze van spreken al iets het andere jaar, dat ze erachter komen van vrek, ik ben beheerder van die en die groep. Nou, mag wel eens kijken. Dat zal mijn worst wezen, en anders gooien ze het maar weg. Lekker belangrijk. Maar ik stap eruit, ik stap weg en ja, het is klaar, het is genoeg. Een stokje draag ik over. En wie het gaat doen, die doet het enkel de 50 plus. Daar heb ik iemand voor. En dat is niet degene die mij nu helpen. Al is Corné op zich wel aardig goed. Maar nee, er komt er eentje. Die heeft mij met het vorige team ook geholpen. Enkel zij wist ook niets wat Tineke deed. Dus ja. Dan laat ik die ook maar eens even met Corné praten en dan merkt ze het vanzelf wel dat die inderdaad daarmee bezig was. Maar in ieder geval, ik ben Corné en de twee dames ook wel dankbaar dat ze me verder hebben geholpen. Maar nee, dat ze nou tegen mijn scheenbenen beginnen te schoppen over huisregels die al jaren in die groep staat, vanaf het prille begin, dat stuit tegen mij, dat doet mij pijn, want het heeft de jaren gestaan, nog nooit geen problemen gehad, nog nooit er wat van gehoord, altijd leuk, lief en aardig, en al wat leuk, helemaal in dichtvorm, wat geweldig, bla bla bla. En nou krijg ik dit te horen zo ineens, ja, waar komt dat vandaan? De mensen die zijn zo haatdragend geworden, zo lelijk geworden, zo brutaal geworden. Ze schoppen je tegen het zere been aan en dan wil ik niet zeggen, hoe noem je dat? Niet in het echt, maar daar ja, dus. Nou, ik vind dat niet fijn meer. Het is bij mij afgelopen. Ja. Maar ik ga nu met mijn meisjes lopen. En we doen het gewoon rustiger aan, gewoon lekker. En ik ga op een andere manier van mijn leven genieten. Ja. Dus, maar oké, lieve vrienden, voor nu zeg ik welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En uiteraard, jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik,
Graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!